Het verhogen van je testosteron plus mentale weerbaarheid en wat zijn hier de succesfactoren van? Ik ben Paul van Sprundel, welkom bij weer een gloednieuwe video. En voordat we beginnen, laat even een like achter en abonneer, zodat ik veel meer van dit soort video's voor je kan maken. Geeft mij enorm veel motivatie. Ik ga je weer superveel waarde geven vandaag en laten we er meteen induiken. Er is geen enkele twijfel in dit leven dat het leven makkelijker wordt voor mannen, als je als man hiernaar kijkt, met hoog testosteron. Je voelt je hierdoor zelfverzekerder, gelukkiger, hebben van hogere energie en dus ook een hogere seksdrive. Hierdoor lukt het je dus ook makkelijker om af te vallen en makkelijker om spieren aan te komen. Er is ook geen twijfel over dat succes te maken heeft met je mentale staat en je mentale brein. Dat is super belangrijk, dus hoe verhogen we deze allebei, zodat je niet alleen een sterkere man wordt, maar ook een succesvollere man. Supplementen. Drie belangrijke dingen om testosteron te boosten. Vitamine D / genoeg zon. 3 tot 4 eieren per dag. En het trainen van benen. Als je je benen niet traint, dan skip je echt wat. Ik train benen 2 keer per week. En je benen is je grootste spiergroep. En daarin maak je het meeste testosteron aan. Dus dat raad ik aan om sowieso te gaan doen. Rust plus herstel. Dus plan rusttijd. Heb minimaal 8 uur slaap. Ik slaap altijd minimaal 8 uur goede slaap. Slaaphacks die je kan gebruiken zijn een oogmasker en een white noise generator om sneller in slaap te vallen. Training. Ik raad aan om 3 tot 4 keer in de week full body te doen voor maximale groei. Plus testosteron en hierin te focussen op zware compound lifts. Focus hierop op een stukje sterker worden. Squat, deadlift, bench press, pull-ups, bent over rows, shoulder press. En hierin week in, week uit sterker in worden. Dit gaat je echt enorm veel helpen om massa aan te bouwen en meer spiergroei te genereren. Voeding. Beste gast om te volgen voor voeding, om jezelf man te voeden, die ik eigenlijk al jarenlang volg, zijn Marijn, Nederlandse influencer Kosso, Nederlandse influencer Mike Thurston. Wat voor dingen ga je sowieso verwijderen? Suiker, het verwerkte eten, het vegetarisch eten, fastfood en frisdrank. Wat voeg je toe? Dus je verwijdert deze en waar vervang je ze voor? Kwark, rood vlees, eieren, kip, noten, boter, fruit, honing. Dit zorgt ervoor dat je lean blijft, harde testosteron hebt en echt een ongelooflijk beest wordt. Oké, mentale weerbaarheid. Nu ben je aan het knallen, je hebt je drive terug, je wordt sterker en meer zelfverzekerd. Het voordeel hiervan is, je emoties worden steeds stabieler. En hoe bouw je nu mentale weerbaarheid op? We leven in een supersofte generatie, iedereen is supersnel butterd om dat soort dingen. En hoe bouw je dus deze mentale weerbaarheid op? Oké, ik ga je precies uitleggen hoe. Pijn is goed en niet slecht. Verander de manier van hoe je over pijn denkt is cruciaal in het leven. Pijn is goed. Spierpijn, pijn van de groei van je business. Pijn betekent voornamelijk groei. En dat leidt dus tot comfort, vreugde, voldoening, geluk. En dat leidt tot zelfvoldaanheid. Wees blij met deze pijn en confronteer het. Probeer het niet te verstoppen. Het vertelt je precies wat je moet gaan doen. Voel je de pijn dat je dat meisje niet wil aanspreken? Spreek er toch aan. Voel je de pijn van je 9 tot 5? Start een eigen bedrijf. Voel je de pijn van een dik, lelijk lichaam? Ga naar de gym. Het is allemaal niet zo heel lastig, alleen je moet dit wel gaan toepassen. Ik hoop dat je weer superveel hebt gehad aan deze korte presentatievideo. Volg me op Instagram Paul van Sprundel en op Facebook Paul van Sprundel. En dan check ik je weer in de volgende video. Ciao, ciao.